Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag schijnt de zon flink, al ontstaan er ook wel wat stapelwolken en drijft af en toe wat hoge sluierbewolking over het land. Blijft wel droog, zo halverwege de ochtend is het een graad of 19 en vanmiddag wordt het 20 tot regionaal 24 graden. De wind waait eerst in de oostelijke richtingen, maar zal in de loop van de dag in de westelijke helft van het land gaan draaien naar het westen tot noordwesten. En vooral op de stranden kan dat dan voor enige afkoeling zorgen. Vanavond lost de meeste bewolking weer op en dan koelt het af tot een graad of 19. De wind waait dan overal uit westelijke richtingen, maar is zwak of matig, kracht 1 tot 3. Morgen hebben we opnieuw te maken met flink veel zonneschijn en dan wordt het 21 graden in de kustgebieden en 25 of 26 graden zelfs in het zuiden of zuidoosten van het land. De wind is veranderlijk of uit zuidwestelijke richting en is zwak of matig. Maandag wordt een zeer warme dag. Dan wordt het 28 tot 31 graden met flink veel zonneschijn, ook wel wat wolken en een matige zuidoostelijke wind. Dinsdag vallen een aantal regen- en onweersbuien, woensdag is het weer droog, maar de temperatuur heeft op beide dagen dan wel wat ingeleverd. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl